Doei. Ok, bye-bye. Oh. Hallo dames en heren van Vincent's kanaal. Mijn naam is Joost en ik ben door Vincent en Eva gevraagd om eventjes een video over te nemen op hun kanaal. En ik dacht, Vincent en Eva zijn nu in de zevende hemel, want Eva is zwanger en zo. Dus ik dacht, hey, ik ga een video opnemen in de zevende hemel. Would you look at this? Dus laten we beginnen. Het is een death run in Fortnite. En dames en heren, jongens en meisjes, ik heb echt al heel lang geen Fortnite meer gespeeld. Dus mijn deathrun skills zijn waarschijnlijk erg zoutig. Maar het gaat goed, we zitten zo te zien al redelijk snel best wel ver... Ah, nee! Goodbye, cruel world. Ik wou zeggen, we gaan best wel goed al voor het eerste level van de deathrun, maar we zijn al twee keer gevallen. Heel goed, heel nice. Zoals je kan zien, linksboven in het scherm staat er twee fills. Two from the two. Normaal gesproken, als je met meerdere mensen speelt, staan daar, is het rechtergetalletje de hoeveelheid fills in totaal en het linkergetalletje de hoeveelheid fills die ik heb gehaald. Maar we zijn natuurlijk nu maar in mijn eentje. Ik ben zo alleen op deze wereld. Ik ga weer dood. Oké, nou moet ik het eventjes onder de knie krijgen dat ik die jump met die paarse springgranaat onder de knie krijg. Hoe heet dat ding ook alweer? Impulse grenades van die kleine. Repulsor? Ik weet niet hoe heet dat ding, joh. Het is te lang geleden. Die ding heet de shockwave grenades. Het is ook zo. Oh, waarom bots ik tegen letterlijk elke wolk aan? Het is echt verschrikkelijk. Ik dacht dat je door wolken kon gaan, weet je wel. Ik dacht dat wolken gewoon een soort zuurstof-water combinatie ding was in de ozonlaag. En dat lijkt op wolken, maar eigenlijk is het niks. Want als je er doorheen vliegt dan doet het niks. En nee hoor, ik moet blijkbaar tegen alles aan botsen. Maar hey, we zijn bij level 2. En dat rijmt. Hoezee, dan gaan we. Woep. Woep, we jumping real good. Oh, is dat een ceiling jump? Dat is een ceiling jump. Ja! Yeah! And I did it. Very nice. Het lijkt wel alsof ik dit level al eens eerder heb gespeeld om te oefenen, om te kijken of het een leuk level was. Maar dat is niet het geval. Wat wel het geval is, is dat tijdens het oefenen, wat ik totaal niet heb gedaan en waar ik heel veel moeite mee had. Shut up. Dit was een moeilijk stukje. Ik bedoel, dit is een moeilijk stukje, want ik ben helemaal niet zo goed met impulse grenades. Weet je wie wel goed is met impulse grenades? Vincent. Dat kan ik me nog herinneren. Vincent en ik hebben samen wel eens een mapje gespeeld. Dat je naar bepaalde platformen moest springen met impulse grenades. En hij was er altijd wel goed in. Hij kon dit wel. Ik kon het niet zo heel goed. Maar prima. Het gaat goed. Nu weet ik dat ik hier moet gaan staan voor de volgende jump. Woo! There we go. En nou hebben we weer een shockwave grenade. En die moeten we dan... Weet je, hier gooien. Appakage. Oké, nou... We hebben nog een impulse grenade. Dit ging zoveel sneller dan de eerste keer dat ik dit speelde. Holy damn. Ik lijk zowaar pro. Hoe is het mogelijk? En ik weet ook wat je hier moet doen. Je moet met de tijd zo snel mogelijk gaan schieten met die raketten. En dan teleporteer je naar de kruisjes toe. Wat een leuk origineel level concept. Eerlijk is eerlijk. Ik vind het wel een leuk origineel level concept. Ik zou er niet op komen. In mijn creative tijden kon ik dit soort dingen niet maken. Maar we zijn ook in de zevende hemel, jongens. En in de zevende hemel zijn je dromen werkelijkheid. En kan je alles maken wat je maar wilt in creative. Ik moet ook wel zeggen, Fortnite is wel flink veranderd in de tijd dat ik het gespeeld. Sinds de tijd dat ik het heb gespeeld. Dus ja, nice. I like it. I like it a lot. Dit is volgens mij dat je wordt achterna gezeten door zo'n muur. En dan wacht je hier eventjes. Dus aan het begin dacht ik van, waar moet ik nou heen? Ik kan niet meer verder. En toen dacht ik van, oh, je moet terug. En toen zag ik zeg maar de muur. En toen werd ik bang. De muur eet je op. De muur vind je lekker. Hop, 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 hop. Oké, hop. En door de rift we go. Ah ja, we zijn al in level 7, jongens. We gaan hier hard doorheen. Maar dat is ook goed, want het is eigenlijk een challenge op tijd. We moeten het op tijd doen, jongens. Ik weet dat het record volgens mij iets van 3 minuten is. Nou, dat gaan we sowieso niet meer redden. Want het, we zijn al op 4. En we zijn ook al een paar keer dood gegaan. Dus ik denk dat je dan legit alles in 1 keer moet doen. Zonder dood te gaan. En dan overal van die optimalisatietjes maken. Zodat je niet valt. En dat je shortcuts kan pakken en zo. Maar dat maakt niet uit. Oh, dit is echt een pokkenstuk. Ik heb hier echt lang vastgezeten. Ik haat dit. Ik haat deze gym zo erg. Je moet dan hier omheen. Ik weet ook niet hoe ik dit ook... Op een gegeven moment had ik het door. Op een gegeven moment had ik het door. In mijn eerste rondje doorheen. Dit is natuurlijk mijn eerste rondje doorheen, jongens. Dus ik weet niet waar ik het over heb. En dan lukt het ineens wel. Oh! Oh my god! Pop! Ja hoor, ik heb hem gewoon gehaald. Hoe is het mogelijk, dames en heren? Ik was hier zo lang mee bezig de eerste keer. Maar het gaat mijn voorspoedig af. En nou moeten wij met van die gekke spoke grenades, als je die nog kan herinneren, moeten wij springen van platform naar platform. En... Oh.
Oh, nee. Ik was bij de laatste. God damn it. De laatste met de muur. De muur is niet leuk. Hier gaan we op de muur. Want frick, dat het lopen op tegen de muur aan. Als je ook gewoon op de muur kan lopen, weet je. Maar moeilijk doen. Als het ook makkelijk kan. Gaan we. Op. 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 Oh, there we go. En dan gebruiken we de laatste nade. Om hierop te komen. And there we go. The next race is starting soon. Get in your car and head to the starting line. Oké, jongens. We moeten dus nu gaan racen. En we hebben een bepaalde tijd om 3 laps te gaan. Oké, 3, 2, 1. Mario Kart muziek. Cue Mario Kart muziek. Oké, we hebben 1 minuut en 25 seconden om deze Mario Kart laps te gaan halen. Hop, daar gaan we. Kijk mijn schaan, joh. Kijk mijn stunten. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Goddammit, ik weet niet of we het nu nog kunnen gaan halen. We hebben nog maar 1 minuut en 12 seconden, 10 seconden om dit te doen. Oh my god, this is real tense. This is real excited. Oké, daar gaan we. Ik zie de rampy-pampy. Hop, gaan we. Kijk, zo doe je een landing, Jones. Ik weet niet wat je nou net aan het doen was, maar het leek helemaal nergens op. Zullen wij deze speedboost ook pakken? Hop, oh. Oké, dat was dus niet echt een speedboost. Dat was meer een slow boost, want daar ging helemaal dat leek helemaal nergens op. Oké, dan weten we dat we die de volgende keer moeten skippen. Deze kunnen we wel pakken. Deze ging wel prima. Dat was wel easy peasy. Maar zo te zien hebben we 1 van de 3 laps. Ik weet niet waar die ene lap vandaan komt. Want dit wordt volgens mij pas onze eerste lap. Wat is dit nou? Waarom draaide ik ineens een rondje? Oké, 2 van de 3. Kunnen wij in een halve minuut tijd deze hele lap nog 1 keer doen? Als we het niet halen, moeten we het opnieuw doen. That's very sad. Oh, gaan we. Pew. Yes. Oké, dat is 1. We weten dat we deze moeten skippen, dus dat doen we dan ook. Kijk eens, als je daarop komt, dan ben je klaar. Hup. Oh, wat is dit? Wat is dit ooit? Wat is dit ooit? Nee! Kom op, auto. ATK, please. There we go. Oké, we moeten de shortcut pakken, anders halen we het niet. Oké, met shortcut. Met shortcut. God damn it! We hadden het kunnen halen. Maar het was ons niet gegund. Oké, over 6 seconden begint de volgende race. Dus laat ik maar snel in mijn auto gaan stappen. Want dan kunnen we meteen nog een rondje gaan rijden. Let's go! Daar gaan we. Kijk, nu weten we in ieder geval hoe de baan in elkaar steekt. Want dit is officieel 100% de eerste keer dat ik dit level speel natuurlijk. En dan weten we ook waar we een beetje heen moeten rijden. En wat we wel en niet moeten gebruiken in onze rit. Zoals de eerste jump kunnen we gebruiken. Of de eerste booster. De tweede booster pakken we niet. Want die remde ons alleen maar af. Maar we kunnen wel deze booster gebruiken. Gaan we. Perfect. En dan kunnen we hier zo eroverheen. Hop. Oké. Misschien dat we dat niet meer gaan doen. Want dat heeft ons bijna van het level af gesodemieterd. Dat was trouwens de vorige keer dat ik dat gebruikte, ging ik ook van het level af. Dus dat is misschien niet heel handig. Goed, 2 van de 3. We hebben nog 1 minuut de tijd. Dit is al, ziet er al beter uit, jongens. Dit ziet er al een stuk beter uit. And there we go. Perfect landing. Gaan we weer langs de booster. Weet je, ik wil de booster wel gebruiken eigenlijk. Ik heb instant spijt. Ik heb instant spijt. Je begint ook helemaal weer hier, weet je. Je hebt geen checkpoints in deze lap. Dus als val je aan het allerlaatste stukje van de lap eraf, dan is het gewoon game over. Maar let's go. We flying through the air. Yes. Ik vind het wel uniek van een death run dat er een heel race segment in zit. Wat ook telkens weer opnieuw begint. Dus je hebt gewoon infinite tries om deze race te halen. Oh, wat is dit nou? Weet je, we kunnen misschien ook die voortaan gewoon even skippen. Want dit gaat helemaal nergens over. Oké, we zijn weer dood. We moeten het weer opnieuw proberen. Oké, we weten nu welke boosters we wel en welke boosters we niet moeten gebruiken, jongens. Dus laten wij in deze laatste race. Ik wou zeggen laatste poging, want je weet natuurlijk nooit hoe dat afgelopen. Gaan we! Oké, jongens. Concentratiemode. Engaged. Oh yeah. Goed. Yes. Oh. God damn it. Nee. Shit. Come on. Ik was helemaal in concentratiemodus. Ik denk, nou gaan we het halen. En dan letterlijk op de jump, die ik al de hele tijd goed doe, valt hij er vanaf. Waarom nu wel, ATK? Waarom heb je zoiets van, oh ja, ik ga geen 1 keer eraf vallen, maar de keer dat het erom draait, dan doen we het wel. Anyways, het was de eerste jump, dus misschien kunnen we onszelf nog inhalen. We gaan het zien, jongens. Deze jump gaan we ook niet pakken, want die heeft ons al een paar keer verraden. Kijk, dit is perfect, joh. Dit is perfect. Zo kunnen we het wel doen. Hoeveel hebben we nog? 42 seconden? Pff, easy. Easy, easy. Oké, geen risico's, jongens. Geen risico's. Oké, hoeveel laps moeten we hierna nog? We zitten nu op 2 van de 3.
En hij telt wel in de laatste 10 secondjes. Oh! Er kwam een vinkie bij volgens mij. Hebben we het dan gehaald? Is dit het? Did we do the rains? Hey! Look at that. We hebben vuurwerk en een pot goud. Top times. Wat is mijn tijd? Iemand heeft het gedaan in 3 minuten en 15 seconden. En ik heb het gedaan in... Weet ik niet. Oh! 10 minuten en 31 seconden. Oké, dus niet 3 minuten, maar het is nog wel 10 minuten. Dat is best wel impressive. Hey jongens, laat dan eens even in de comments weten wat jullie tijd was. Ik ben wel benieuwd. Dan ga ik ze gewoon even een beetje lezen op het kanaaltje van Vincent. En yeah! Doe ook even, als je de map niet gaat spelen, doe dan eventjes lekker een hartje in de chat voor Vincent en Eva. En yeah, dat was de video jongens. Ik ben blij dat ik even een video voor ze kon overnemen. Bedankt voor het kijken. Zoals ik al zei, duimpje, abonneer op Vincent. En de volgende video zal vast wel weer met Vincent en Eva zijn. Of iemand anders die overneemt. Ik heb geen idee. Doei doei!